Vandaag bij ons op de Rode Sofa, Frank de Labij, Frank is CSR-manager en MVO-consultant bij accountantskantoor Mazaars. Frank, welkom. Dankjewel, Hans. Gelijk maar met de deur in huis vallen. CSR, MVO, MBO, BSR in dat doolhof van duurzaamheid. Waar moet ik nou beginnen als ondernemer? Nou ja, het zijn in ieder geval een hele hoop termen. Die eigenlijk uiteindelijk eenmaal één ding vertellen. Hoe ga je als bedrijf om met de verantwoordelijkheid die je hebt voor een betere wereld? En hoe ga je als bedrijf om met de vragen die op je afkomen van klanten, van medewerkers, in offertes, in aanbestedingen, wat je aan MVO of duurzaamheid doet? Nou, laten we die termen maar even pakken. Vaak zul je zien dat je als bedrijf al een stuk verder bent dan dat je jezelf realiseert. Maar dat heel veel dingen die je doet en die jij als normaal of als onderdeel van je bedrijfsvoering ziet, dat die onder de noemer MVO zijn en dat je gevraagd wordt daar ook over te communiceren. Nou, wij denken dus als accountantskantoor dat het ontsluiten van niet-financiële informatie en het dus aantoonbaar maken wat je doet aan MVO, en dat kan zijn in CO2-uitstoot, maar het kan ook zijn in je ongevallen, in je ziekteverzuim, dat soort cijfers, dat die wat zeggen over wat je aan MVO doet. En als je dus vraagt, waar zou je moeten beginnen? Kijk naar je eigen organisatie, want je bent vaak al veel verder dan je bent. Maar kijk vooral ook hoe jij vervolgens wil dat de wereld jou ziet. Oké, en het accountantskantoor, toch al gewend om met die harde cijfers om te gaan, zou een goede sparringpartner of consultant kunnen zijn om mij te helpen die stappen te maken? Ja, inderdaad. Wij merken dat onze klanten met deze vragen worstelen. Dat ze inderdaad niet meer wegkomen met het vertellen dat ze milieu belangrijk vinden, maar dat ze moeten kunnen aantonen hoe ze daarin presteren. Nou, daarmee ontsluit je dus niet financiële informatie die wat zegt over je bedrijfsvoering en misschien ook wel de gezondheid en de risico's van je bedrijf. En uiteindelijk moet dat ook in een jaarverslag komen wat wij als accountantskantoor kunnen controleren. En je ziet dus ook dat steeds meer bedrijven niet alleen een financieel jaarverslag, maar ook een niet-financieel jaarverslag publiceren. Nou, vandaar ook de rol en de betrokkenheid van Mazaar bij MVL. Jullie zijn sterk in transport en logistiek. Dat hele duurzaamheidsvraagstuk, is dat ook iets wat heel erg speelt in de transport- en logistieke wereld? Ja, absoluut. Je ziet zeker bij de grote verladers zie je steeds meer vragen komen. Dat zijn partijen die zelf ook druk ervaren, vaak vanuit consumenten bijvoorbeeld, die ook veel in het nieuws zijn. Denk aan bijvoorbeeld grote supermarkten. En die zie je dat zij dus door hun keten heen ook vragen gaan stellen over, jongens, jullie moeten ook met MVO en duurzaamheid aan de slag. Want ook wij krijgen de vragen. Nou, vandaar dat steeds meer bedrijven in de transport en logistiek daar dus ook actie op ondernemen. Een window dressing is niet genoeg, hè? Er moet nu echt iets gebeuren. Nou ja, zoals ik net al een beetje zei met die harde cijfers. De tijd van window dressing of greenwashing, zoals we het zo mooi noemen, die is nu wel voorbij. Je zult nu echt in KPI's en in aantoonbare resultaten moeten laten zien wat je aan MVO doet, welke doelen je stelt en hoe je naar de wereld kijkt. Oké. Toch, Frank, die keurmerken schieten als paddenstoelen de grond uit. Is dat niet gewoon harde business geworden? Zit er niet een commercieel model achter om gewoon je eigen keurmerk steeds te starten? Nou ja, uiteraard zal elk keurmerk aangeven dat die toegevoegde waarde heeft en dat die van belang is. We zien inderdaad wel een verscheidenheid aan keurmerken. Alleen zitten die keurmerken ook nog wel op andere onderwerpen. We hebben keurmerken specifiek gericht op milieu en CO2. We hebben keurmerken gericht op veiligheid. We hebben keurmerken die dat weer samenbrengen. We hebben keurmerken specifiek voor de transport- en logistiek sector, maar ook algemenere keurmerken. Dus ja, er is wel heel veel te krijgen. Heel veel heeft ook wel te maken met wat jij als bedrijf belangrijk vindt, wat je klanten van je vragen en welke keuzes je daarin maakt. En we hopen tijdens de NT-dagen die mogelijkheden te bespreken en voor iedereen de beste mogelijkheid te duiden. Oké. Ga je daar een persoonlijk advies op geven op die dagen? Of? Nou ja, uiteraard zal ik wel aangeven wat ik zie in de maatschappij en wat ik zie waar steeds meer vraag naar komt. Maar ik denk dat we zeker geen suikeromrand verhaal zullen hebben over één specifiek keurmerk. Maar dat er ook zeker wel kritische noten te kraken zijn. Ja, okay. En dat zal voor elk van de keurmerken wel gelden. We gaan het van alle kanten even belichten. Jij spreekt Absoluut. Op die dagen. Waarom moet onze kijker naar de dagen komen? Nou ja, een beetje afsluitend waar ik al mee begon, Hans. Ik denk dat we kunnen laten zien dat veel bedrijven al veel verder zijn dan dat ze denken.
dat beginnen met MVO dus helemaal niet moeilijk is. Dat het zelfs leuk is, dat het ook gewoon keihard geld oplevert. Een voorbeeld van een relatie die de lijsten van het brandstofverbruik in de kantine ophangt. Er ontstaat dus ook competitie onder de chauffeurs. Die ondernemer geeft gewoon aan dat hij gewoon in het eerste jaar al 80.000 euro aan brandstof heeft bespaard. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken, zeker voor bedrijven die nog aan het begin staan, om gewoon geld te besparen en aantrekkelijker te worden als werkgever en opdrachtgever. En ik denk dat we die boodschap gaan uitdragen. Hartelijk dank, Frank. Graag gedaan. Graag tot 12 juni. Tot 12 juni.